Vanaf maandag 21 januari zal deze huisartsenpost op locatie Velp dichtgaan en zal openen op een nieuwe locatie. Dit wordt de nieuwe huisartsenpost in Arnhem-Noord, pal naast het Rijnstatenziekenhuis. Ja, aanstaande maandag 21 januari gaan we hier open. We sluiten de huisartsenpost in Velp en we gaan hier naartoe omdat we het belangrijk vinden dat de patiënten die nu hier bij de spoedeisende hulp komen, in grote getalen, dat die mensen straks eerst gezien worden onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ja, dat is in Velp ook zo. En waarom is het belangrijk dat jullie nu bij Rijnstaten zitten? Ja, dat was in Velp inderdaad ook zo. Het grote voordeel is dat als we hier open gaan, dat als we patiënten ontvangen en er is aanvullende zorg nodig, dat we direct bij de spoedeisende hulp zitten. Nou, als mensen ontvangen worden en ze hebben een afspraak bij ons gehad, dan kunnen ze hier terecht op de huisartsenpost. En, als het nodig is, wordt er nog eerst gekeken wat er aan de hand is. En anders dan komen de mensen in spreekkamers en behandelkamers. En die hebben we hier. Die zijn volledig ingericht, klaar voor gebruik. En dat gaat maandag gebeuren. Heeft dit effect op de kwaliteit van de zorg? Aan de ene kant denk ik dat het geen effect op de kwaliteit van de zorg heeft, omdat ik denk de huisartsenzorg altijd al goed georganiseerd was. Maar er zijn wel een aantal echte praktische voordelen. En het grote voordeel noemde ik net al, hè. Als mensen op de post in Velp komen en ze moeten vervolgens toch verwezen worden naar het ziekenhuis, moeten ze opnieuw in de auto of in de ambulance. Dat zijn dingen die we straks niet meer hebben, dan zijn ze meteen op de goede plek. De andere kant is, doordat het ziekenhuis direct om de hoek zit, kunnen wij ook mensen die van verder weg komen, waar het als het nodig is aanvullend onderzoek nodig is, dat we die mensen rechtstreeks hier naartoe kunnen geleiden, zonder dat ze eerst naar Arnhem-Zuid of naar de huisartsenpost in Zevenaar hoeven. Nou, wat ook een belangrijke plek is in deze huisartsenpost, en dat is eigenlijk wel, denk toch wel behoorlijk uniek in Nederland, dat is dit kleine zenuwcentrum wat we hier hebben gecreëerd. Op de huisartsenpost werken natuurlijk triagistes. Op de huisartsenpost werken doktersassistenten die ook de huisartsen ondersteunen. Er werken meerdere huisartsen in opleiding. Daar is natuurlijk ook iemand die dat een beetje in goede banen leidt. Dat noemen we de overlegarts. Die houdt in de hoek spreekuur. 'S Nachts, als alles gecentraliseerd is op deze post, hebben we een speciale ruimte waar het telefoonverkeer vanuit wordt geregeld. En alles wordt vanaf hier gecoördineerd en op die manier wordt de zorg op een goede manier vormgegeven. Een ander belangrijk praktisch voordeel is natuurlijk dat als mensen, er zijn nu 4.000 tot 6.000 patiënten per jaar die buiten kantooruren zich melden bij het ziekenhuis. En dat willen we in Nederland niet meer. We willen in Nederland de juiste zorg op de juiste plek. En als we hier dus een huisartsenpost openen, dan lukt het ons om die 4.000 tot 6.000 patiënten eerst naar de huisarts te laten gaan. En van dat bezoek van de huisarts kan een hele een heleboel mensen kunnen weer terug naar huis. En dat betekent dat ze gewoon niet hun eigen bijdrage kwijt zijn en dat ze wel goede zorg hebben ontvangen. En dat is een belangrijk voordeel. Ja, dus het is belangrijk dat mensen eerst naar de huisarts gaan en mocht dat niet lukken, dat ze dan doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Ja, en als je het zo zegt, dan zou je zeggen, ren allemaal naar die spoedeisende hulp huisartsenpost toe, maar dat bedoel ik niet. Wij zouden graag zien dat mensen die huisartsenzorg nodig hebben buiten kantooruren eerst bellen. Want het is ook belangrijk om te weten dat de helft van de mensen kan volstaan met een telefoontje. Bij ongeveer 10% van de mensen gaat een huisarts met een visiteauto naartoe. En 4 op de 10 mensen, die nodigen we echt uit op de huisartsenpost.